Nou, vorige week was ik bij de show van André Kuipers en hij liet hele mooie beelden zien van satellietfoto's. En dan zag je de satellietfoto's van zijn eerste missie uit 2004 en satellietfoto's van zijn tweede missie in 2011. En toen was ik eigenlijk heel erg geschrokken, want wat je zag was ontzettend grote bossen die waren verdwenen. Nou, die bossen worden gekapt voor akkerbouw en bijvoorbeeld gewassen zoals soja worden daar geteeld. Nou dacht ik, wij van de kipsector kunnen daar misschien iets aan doen. Want wij zijn de broederij en wij produceren broedeieren. En nou is het zo dat in de toekomst haantjes niet meer uitgebroed mogen worden. Dus dat wil zeggen dat we broedeieren hebben die we niet kunnen gebruiken. Maar dat is wel een hele hoogwaardige eiwitbron. Dus hoe mooi zou het nou zijn als we met een aantal partners kunnen uitzoeken hoe wij onze broedeieren, die nu een reststroom is, kunnen inzetten als hoogwaardige eiwitbron. En dat we die eiwitbron dan niet meer hoeven te halen bij de akkerbouw, waar ontbossing voor nodig is. En hoe mooi zou het dan zijn als wij over 10 jaar beelden krijgen vanuit de ruimte, waar we dan ons bos weer terug hebben.